Hier in de Hoornse binnenhaven voerde Ricardo Forthuizen een doodstrijd. En dat alles omdat een man met een hond boos was dat hij daar fietste. Ik fietste hier en toen kwam er een man en die ging voor mijn fiets staan met zijn hond en toen viel ik te water. Met je fietsen al? Ja, op me en toen lag ik onder water. Ricardo kon gelukkig gered worden door omstanders. Van de dader is een goed signalement. Ja, wat ik van iedereen gehoord heb is een oudere man met een hele zware stem en een heel klein snorretje met een heel klein wit hondje. De familie Forthuizen stapt dan ook naar de politie. Nou, ik kon eerst alleen melding doen en toen 10 minuten later werd ik teruggebeld dat het zware mishandeling poging tot doodslag aangifte wordt. De 11-jarige Ricardo wilde hier alleen maar gaan vissen en is zich van geen kwaad bewust. Want ik wist het niet eens, want er staan hier nergens borden waarop staat dat je hier niet mag fietsen. De hele familie en zijn vriend die erbij was, zijn de dag erna nog in shock. Het had heel anders af kunnen lopen. Hij zat met zijn voet vast in de fiets. En ja, onder water en hij probeerde zich los te krijgen en het lukte niet. En dan raak je gewoon in paniek. Ricardo is nu bang en durft niet alleen meer over straat. Ik had nachtmerries en ik was dan over aan het dromen dat ik niet meer boven water kwam en dat ik dood was.